Like de video sneller dan dat ik knipoog. Ik stond op het punt om Brookhaven te spelen toen ik ineens een melding kreeg. En toen ik op de melding klikte, Olivia. En toen ik beter keek, zag ik, nou ja, wat eigenlijk? Ik kan niet zien hoeveel vrienden ze heeft. Ik kan ook niet zien wanneer ze begonnen is met spelen of hoeveel plekken ze al heeft bezocht. Het is onduidelijk. En het raarste van allemaal, ik was al vrienden met haar, maar ik had het vriendschapsverzoek niet geaccepteerd. Waarschijnlijk gewoon een glitch. Maar het is wel raar. Maar nu is het dan toch echt tijd. Ik ben gegaan voor mijn privé-server. Ik wil jullie namelijk een nieuw geheim laten zien. Wat is dat? Ik kan me niet herinneren dat ik een roze busje heb neergezet. Ach ja, ik speel zoveel Brookhaven. Het zal wel aan mij liggen. Zag ik daar nou iemand? Wacht even, ik weet het bijna zeker. Boven de arcade. Maar dat is toch de verjaardagszaal? Hallo? Olivia, hoe kom jij in mijn server? Maar wacht even, ik snap het niet. Ze kan hier toch niet naartoe gereden zijn? Olivia? Huh? Waar ben je? Oh, ik zie het al, je hebt een cadeautje voor me. Ik weet niet of ik dat wel moet aannemen. Ik bedoel, ik ken je niet. Oké, ik heb het aangenomen. Nou ja, vooruit. Een cadeautje kan ik ook niet afslaan. Er zit niks in. Maar waarom geef je me dan een cadeautje? Wat doe je nou? Hoe kan dat? Dit is mijn server. Je kunt elkaar toch niet zomaar overal bannen? Dat kan toch alleen in een huis? Dit is raar, maar... Oh, het busje is weg. Oké, misschien was dit wel gewoon een rare dagdroom. Laat ik gewoon even boodschappen doen. Ik moet chipjes hebben. Pizzatje. Het blijft raar die dagen in Brookhaven soms. Oh, Olivia. Wat doe je? Luister, dit is mijn server. Sorry. Waar was ik? Oh ja, dit is mijn server. Hoezo? Nee. Wacht, ik zal het je bewijzen. Momentje hoor, even terug naar Brookhaven. Wacht, wat? Hoe kan dit? Olivia's server? Maar het is mijn server. Luister, Olivia, ik weet niet wat je denkt. Oh, ik ben chips aan het eten. Ik hou van chips. Dit is mijn server. Oh, wat? Hoe kan dit? Oké, weet je wat? Het is duidelijk. Als ze me overal wil bannen, dan kies ik toch wel mijn eigen huis. Ik ben de enige die daar kan bannen. En weet je wat? Dan kies ik het nieuwste huis. Deze is super goed beveiligd. En volgens mij is haar lievelingskleur roze. Dus deze maak ik helemaal blauw. Oké, dan gaan we snel naar binnen toe. En dan doe ik de deur op slot. En wat ik snel ga doen is... Wacht, wat hoor ik nou? Een helikopter. Volgens mij zit ze daarin. Oké, voordat ze me ziet. Snel. Deze open. En hier naar beneden. Wacht, ik doe hem ook snel weer dicht. Perfect. Oké, wat misschien wel een goed idee is. Dat we dit veranderen in een bunker. Dat is namelijk het best beveiligd van allemaal. En het belangrijkste. We hebben een wc. Ja, niet om het een of ander. Maar dat is ook belangrijk. Ik hoor geen helikopter meer. Perfect. Volgens mij kunnen we naar buiten. Wacht eens even. Ik had deze bunker toch blauw gemaakt zojuist. Of ze heeft mijn huis gestolen? Hoe kan dat nou weer? Daar is ze. Wacht, waar gaat ze naartoe? Oké, dit vereist een goed en speciaal plan. Ik heb een idee. Een lekker ijsje. Ik weet niet of dat gaat werken. Nee, je hebt gelijk. Daar staat ze. Oké, luister, dit is mijn kans. Misschien moet ik het gewoon wat aardiger vragen. Ik ben immers vrienden met haar. Oké, luister, Olivia. Wat is je bedoel... Wat ga je nou doen? Kom op, ik wil gewoon even met je praten. Wat is je bedoel... Een hamer? Oké, luister, Olivia. Dit is de Brookhaven fontein. Die heeft geen verbouwing nodig. Wat heb je gedaan? Je hebt letterlijk de fontein weggehaald. Nu is er geen spawn meer. En als er geen spawn meer is, dan betekent het dat als je dan afgaat, je niet meer terugkomt. Oké, luister, Olivia, laten we er even bij gaan zitten. Niet om het een of ander, maar jij kunt niet zomaar doen alsof je de regels bepaalt. Wat doe je nou? Olivia, ik ben het zat. Ik moet even mijn gedachten verzetten. Wow, wat was dat? Wow, ze is supersnel. Hoe kan dat nou weer? Luister, Olivia, doe dit nou niet. Wat ga je doen? Je haalt de glijbaan weg? Oh, dat meen je niet. Nu is er alleen nog maar een ladder. Nou ja, klimmen is op zich leuk. Nou, er lag toch geen water meer in het zwembad. Maar dit is niet oké. Olivia? Waarom kijk je me zo aan? Wow! Wat? Dat meen je niet. Ze heeft me letterlijk uit Brookhaven verwijderd. En nu ben ik hier. In the middle of nowhere. Ik heb een soort van huisje. Dat is op zich best wel gezellig. Nee, Job, het is niet gezellig. Je bent geband. Oh, man. Hoe kom ik hier nou weer weg? Ik denk, nou, Job, er moet toch een manier zijn om je server terug te krijgen. Server terugkrijgen. Dat is het. Wacht even, ik sluit het spel af. En in plaats van Olivia haar server in te gaan, maak ik er gewoon zelf een. Oké, dit kost me wel weer 100 Robux, maar DutchTuber server. Let's go. Met andere woorden, de fontein is weer terug. En alles wat ik nu moet doen, is haar eerder bannen dan dat ze mij kan bannen. Nee, daar komt niks van in. Ik ben sneller. Oké, ik ga snel hier de hoek om. Ik heb zo mijn manier om te ontsnappen in Brookhaven. Kijk, ik zit nu in het appartementengebouw. Dan ga ik helemaal naar boven toe en dan kies ik deze. Maakt me niet zoveel uit welke, doe deze maar. Oké, Job, kom op. Denk na. Dit is niet het moment om te gaan douchen. Wauw, ik heb mijn eigen fontein. Dat is best cool. Oké, eens even kijken. Ja, daar staat ze. Ze is naar me op zoek, denk ik. Ze heeft de hamer er weer bij gepakt. Oké, ik denk dat ik het weet. In dit geval moet ik haar tactiek gebruiken. Tegen haar. Even kijken.
Ja, ze is er nog steeds. Wat is ze aan het doen? Het lijkt wel alsof ze de energie aan het verzamelen is. Ik hoop niet dat ze me ziet. Om mij zometeen weer te bannen. Oh nee. Snel. Oké, ze kan achter me aanzitten, maar dat heeft geen zin. Ik ben veel sneller. En dan maak ik hem expres haar niet de lievelingskleur. Want haar lievelingskleur is roze. Oké, wacht, ik heb een idee. Denk na, Job, een hamer. Waar kun je een hamer vinden? Maar natuurlijk. Een hamer heb je nodig om schilderijen op te hangen. Met spijkers. Waar hangen er schilderijen? Inderdaad, in het museum. Oké, dan kunnen we. Daar is ze. Ik denk dat ze naar me op zoek is. Oké, snel. Misschien kan ik deze auto beter uit het zicht laten. Oké, snel de auto weg. Dan moeten we hier naar boven toe. En dan moeten we dit restaurant snel veranderen in het museum. Kijk, allemaal schilderijen. Nu is het een kwestie van zoeken. Er moet er toch ergens één liggen. Wacht eens even. Je kan deze muur een stukje in. Oké, wacht, ik ben aan het zoeken. Volgens mij zit hier een geheime gereedschapskist. Ik heb het. Oké, ik denk dat ik al weet hoe we dit moeten doen. We zagen haar net een soort van energie verzamelen. En als er iets is wat energie heeft hier in het museum, dan is het dat daar. Dus daar gaan we naartoe en we proberen zo de hamer te versterken. Oké, volgens mij zit er genoeg energie in. Oké, dan zit er maar één ding op. We moeten voorzichtig zijn. Want net zagen we haar nog. Oké, luister Olivia. Het hoeft niet zo te lopen. Oké, als je het zeker weet, dan weet ik het goed. Gemaakt. Mis. We hebben er. Oké. Met andere woorden, Brookhaven is weer van mij, tenminste deze server. Maar wacht, nu ben ik wel benieuwd. Ook al is het nu veel beter om gewoon verder te spelen in Brookhaven en dit te vergeten. Waarom deed Olivia dit? Ik bedoel, er moet een reden zijn. Ik vond haar haar trouwens wel mooi. Wacht, ik heb een idee. Ik sluit Brookhaven af en ik ga terug naar het spel. De verlatenheid waar ik net was. Je weet wel, het huisje in het sneeuw. Want nu ik haar heb geband, zou zij daar nu ook moeten zijn. Oké, ik ben er. Maar Olivia is nergens te bekennen. Wacht, misschien kunnen we hier binnen kijken. Olivia? Ook niet. Ik snap het niet. Ze moet hier toch ergens zijn. Daar is ze. Ze staat bij het water. Luister, Olivia. Ik heb de hamer niet bij me. Ik wil je gewoon wat vragen, oké? Ze zegt, ik ben Olivia. Ja, dat weet ik. Zo heet je letterlijk. Maar waarom praat je nu wel? Omdat ik heb verloren. Verloren? Hoe bedoel je? Was er een wedstrijd? Brookhaven. Brookhaven was van mij. En nu niet meer. Hé, maar Brookhaven is toch van iedereen? Ze zegt, wat bedoel je? Nou, zoals ik het zeg. Het is toch van iedereen? We delen Brookhaven toch? Delen? Wat is dat? Nou, gewoon letterlijk delen. Stel voor ik heb een taart, dan snij ik hem door de helft, dan krijg jij een stuk. Nou ja, nee, dat niet, dan is die wel allemaal van mij. Maar Brookhaven is van iedereen. Van jou en van mij. Van ons samen? Ja, precies. Van iedereen, van ons samen. Ze is blij? Je dacht toch niet dat Brookhaven maar van één iemand is? Dat zou toch ook helemaal niet leuk zijn om er altijd maar alleen te spelen? Toch? Wow, wat gebeurt er? We zijn weer in Brookhaven. Dit was een leerzame dag. Ik heb iets voor je. Oké, wat dan? Het is toch niet eng? Oh. Wat? Maar natuurlijk, nu Olivia weet hoe je Brookhaven samen kunt spelen, heeft ze mij meegenomen op deze bank. Dit was een leuke dag, maar ook wel een beetje spannend. Terug naar Brookhaven met alle spelers. En het is weer mega druk. Ik moet wel eerlijk toegeven, het nieuwe huis in Brookhaven, deze soort van bunker, dat is toch wel echt mijn favoriete tot nu toe. Het is gewoon zo gaaf hoe je hierboven alle ruimte hebt en dat als je dan hier naar beneden toe wilt, je nog meer ruimte hebt. Abonneer voor meer en adios.